Nou, de echte kenners die hebben dat natuurlijk al lang gezien, de Saint-Brie. En ik las laatst een stukje dat er een onderzoekje is gedaan naar wijndrinkers in Nederland. En 25%, dus een kwart van de ondervraagden, die noemde zichzelf toch wel wijnkenner. Ik vind het dapper, dat durf ik zelf niet eens te doen, maar er is dus een kwart en die hebben al gezegd, ah, dit is Saint-Brie. Dat is witte Bourgogne, maar niet witte Bourgogne zoals wij denken dat witte Bourgogne is gemaakt, namelijk van Chardonnay. Dat is hier weer namelijk niet deze Saint-Brie. Ook geen Aligoté, waar nog een heel klein beetje van aangeplant staat. Nou, het nadeel van de Aligoté is toch een beetje de tweede keus druif in Bourgogne. De grap is dat als je die Aligoté dus rooit en je zet daar Chardonnay neer, dan krijg je vaak en betere wijn en meer geld. Dus die Aligoté, dat is ook een beetje aan het wegwaaien. En dat is een heel klein streekje naast, eigenlijk is de buurstreek van Chablis. En dat is de enige Bourgogne, witte Bourgogne appellatie waar ze dus met Sauvignon Blanc aan de slag mogen. Dus het is een witte Bourgogne van Sauvignon Blanc. Dat is heel bijzonder. Biologisch, want het is dus van een importeur die daar louter in doet, wijnkoperij De Loods. En het is dus knijterstrak, strak als een Chablis. En ik vind het dan ook wel weer heel apart en anders dan die eeuwige Chablis, die al verworden is, zou ik bijna zeggen, tot een supermarktproduct, als het even tegen zit. Dit is heel bijzonder, biologisch, strak, minerale stijl, stuivende zuren, zuizende citrus, tintelend mondgevoel, kiwi, limoen en verkwikkend tot op het bot. Ah, lekker!